In deze video komen we aan in Mâcon. Fietsen we langs Roche Solutré, gaan Guido en ik een leegstand château binnen en we kopen heerlijke dingen op de markt die elke zaterdag in Mâcon is en bezoeken we een consumentenbeurs helemaal gericht op eten en drinken voor de kerstdagen. Omdat wij de haven van Mâcon vreselijk ongezellig vinden, meren we aan de steiger tegenover het centrum. Officieel mag je daar maar 3 dagen liggen, er zijn ook helemaal geen voorzieningen. Maar de plek is zo mooi en rustig dat we er langer gebleven zijn. We hebben daar een prachtig uitzicht op de oude brug en de stad. We zijn groot fan van de markt van Mâcon. Verse borlotti-bonen, heerlijk. We gaan eten bij La Courtille de Solutré. Dit boutique hotel heeft slechts 4 kamers en een fantastisch restaurant. In 2014 ontdekten we deze plek per toeval eigenlijk. En de keuken is zo geweldig dat het een echte aanrader is en we er graag terugkomen. Rogvleugel, ook deze gewoon van de markt. Hier zie je La Roche Solutré. Bovenop heb je een geweldig uitzicht over het zuidelijkste puntje van de wijnregio, de Mâconnais. Ik denk dat wij nooit zullen ophouden om wijngaarden, blaadjes, druiven, naamborden en wijnhuizen te fotograferen. Zeker niet van dit gebied. De Bourgogne is onze favoriete wijngebied.
Kom bij ons op de Barolo. Veel mooier dan dit bankje. We zijn al best veel zwanen tegengekomen. Soms pikken ze met hun snavel tegen de boot, omdat ze dan denken dat hun eigen spiegelbeeld een indringer is. Het zijn best wat agressieve beesten. Dit is niet je normale truckersbal. Een gehaktbal van de markt. Een boulet. De binnenstad van Mâcon. We gaan fietsen door de Beaujolais. Het is mooi om te zien hoe de wijngaarden van kleur veranderen. We fietsen langs alle bekende crus. Dit is die schitterende haven van Mâcon. We fietsen vanaf de haven naar het centrum, langs de oevers van de Saône. En hier zijn we weer terug aan de steiger van Saint-Laurent. Dat is officieel de naam van het dorp aan de andere kant van de brug. Voor iedereen die Frans spreekt, voor Lai. Ik vind hem leuk. We ontdekken al rijdend een leegstaand château. Het blijkt Château Descartes te zijn. Het ligt midden in het Puy-Fuissé-gebied.
Je vraagt je af waarom er niets gedaan wordt met het gebouw. Het is imposant en de locatie is waanzinnig. De wijngaarden van het château worden nog wel gewoon bewerkt. En de wijnen komen onder andere als Premier Cru Puy Fouissé op de markt. Ik heb bijvoorbeeld namen gezien als L'Orangerie du Château d'Écart en Clos d'Écart Monopole. Guido, onze jongste zoon, en ik kunnen het natuurlijk niet laten om het château van binnen even te bekijken. Hier zijn we boven op zolder. Een stofzuiger? Die begrijpen we niet. Het dak met de kleine latjes. De wc in de hoek. Urban exploring noemen ze dit, geloof ik. Ja, zeg maar. Ja. Zo veilig is het, hè? Nee, en dan zit die balken daaronder. De vloer bleek er helemaal ingestort te zijn, met op het diepste een gat van 3 meter. Hier zijn we op de eerste verdieping in een hele grote centrale ruimte. Let op de boekenkasten, compleet gevuld. Het is natuurlijk onze natte droom om hier op een hele oude wijnkelder te stuiten. Met hele mooie oude Bourgondische wijnen. Nou, het had wel een gebouw gehoord. Maar ja, dat lukte natuurlijk niet. Complete inrichting, de boekenkast vol, maar geen één fles wijn. Volgen nu een paar foto's die Guido hier binnen maakte. Klaar met exploren, we gaan wijnproeven bij Domaine Auvigne, een van onze favorieten uit de regio. In hetzelfde dorp Domaine Luquet, een hele sympathieke wijnboer met fantastische wijnen, zoals zijn Crémant. We zeiden het al eerder, de Fransen en hun gegrilde kippen. Iedereen in de rij, een kip in een zak, een paar scheppen jus erop en wat gebakken aardappeltjes mee. Nou, we hebben de kraan er even afgehaald, want er kwam geen water meer uit. En hier kan je zien waarom niet. En je blijkt dat we even mee douchen. Ook al een beetje. Dit is de koud water aanvoer. Dus ik denk dat het goed is dat je hem nog even aanzet. Steenslag uit Frankrijk. Deze beurs is voor consumenten en was vlak bij onze haven.
Hier hebben we heerlijke oude cognac geproefd. Is toch wel heel anders dan wijn proeven. Foie gras, rillette, terrine, cassoulet de canard. Des saucisses en boudin noir. Het is allemaal wel goed voor je Frans, dit lekkers. Coq au vin uit de Cahors. Mooie gesudderd. Sifet de Louis. Louis. Met wijn. Ik kan gewoon niet kiezen. Dus... Attention, hein. Faut pas nous mettre sur Facebook, hein. Je glimt een beetje op je voorhoofd. Ja, ik krijg het warm van deze Lirac via Vigne. Echt heel goed. Alles met truffels blijft ook favoriet. Zoveel geitenkaas. Sorry, chèvre. Monsieur Jean-Pierre? Monsieur Calbert? Santé? Et monsieur nephew Nicolas, hein? Monsieur Nicolas. Echt, er wordt hier alleen maar gegeten en gedronken. Lange tafels, blije mensen, rustig zitten eten en drinken. Dat deden wij uiteindelijk ook maar. Oesters met rode wijn. Heerlijk. In Mâcon is de nieuwe Master weer opgekomen. Hier monteer ik de nieuwe autopilot. De feestdagen komen eraan. Gezellig.